Nederland liet Duitsland een uurtje in de waan en balste daarna over ze heen. Verder kan Promes overal en nergens spelen. Moet Wijnaldum zich op de triathlon focussen? En is deze periode de uitgelezen mogelijkheid voor een update over onze eigen Raiola's? Kortom, ondanks het gebrek aan Eredivisie, gewoon een ganz geile editie van de derde helft. Ik hoop dat toekomst koeken. Bij elke keuze twijfel ik. If Ona will suck me, of course. Doe je leren bekleding? Pak je een automaat? Ik ben wel even klaar met het geile tyfusvoetbal. Ja, normaal gesproken is dit toch een van onze minst favoriete weekenden van het jaar. Want er is geen Eredivisie. Alhoewel dat Interland toch steeds leuker en leuker begint te worden. Dat Interland weekend. We gaan het vandaag dan ook niet hebben over de Eredivisie, maar over het Nederlands elftal. Daarnaast ook over de Raiola, zoals je net al hoorde. En we hebben weer een beetje en we pakken er ook wat mooie verhalen bij van alle andere wedstrijden die gespeeld zijn. Of een paar van die wedstrijden. Kortom, één groot feest. Ik zit hier met Gijs, met Snijboon. En Tim is er niet bij, maar daarvoor in de plaats hebben we wederom een vriend van de show. Michel Dodeman, sportjournalist, onder andere bij Vice Sports. En ja, ik ga het toch elke keer weer zeggen, ook al mag dat niet meer van Tim, maar je bent clubeigenaar. Ja, klopt. Real Murcia. Nog steeds groot aandeelhouder, of kleine aandeelhouder. Ja, grote aandeelhouder. Het gaat nog niet zo best. 3 wedstrijden gespeeld, 1 punt. Oh. Dus ik moet er toch echt binnenkort heen om oort op zaken te stellen, denk ik. Ga je dat ook doen? Ja, ik wil het wel binnenkort echt gaan doen. Ik ben nu international clubcard holder. Hoeveel international clubcard holders heeft Real Murcia? Eentje nu. 1. Ik heb de titel zelf bedacht. En ik mag daar een keer binnenkort heen als VIP. Dus dat ga ik doen. Maar je moet het een beetje op zo'n Florentino Perez, Hans Nijland manier doen. Je moet even die kleedkamer in. Je moet het even op scherp zetten daar. Ja, dat denk ik ook. Ja, een donderspeech, hè? De hairdryer. Hey, wat vind jij van de komst van Mauricio de la Vega naar Roda? Nou, ik wilde zeggen, in Murcia zijn de meningen over hem verdeeld. Maar ze zijn helemaal niet verdeeld, want iedereen vindt hem een fraudeur. Ja. Het komt omdat hij daar eigenlijk nooit geld in heeft gestoken. En, gaat het nu anders worden bij Roda? Nee, nou ja, natuurlijk gaat het niet anders worden bij Roda. De voortekenen zijn al slecht. Er zijn de afgelopen weken zijn er verhalen verschenen in onder meer het NRC en de Limburger, waaruit blijkt dat er geen bankgarantie is. Er is eigenlijk nog geen geld ingestoken. Ze zijn nu bezig met een soort vangnet, een reddingsplan met externe financiers. Dus... Maar daar ben jij bekend mee. Ga jij nog een club opkopen? Voor de Michel Dodeman voetbalgroep is Roda misschien een leuke aanvulling. Maar dat moet ik even heb kijken. Heb je 2 clubs in het buitenland? Ja. Maar wacht even, dus die clubeigenaar heeft Real Murcia de vernieling ingeholpen en Roda ontvangt hem met open armen? Is dat ja, zo? Maar Roda stond natuurlijk een beetje met de rug tegen de muur. Nou, het mooie vooral van dit hele verhaal is dat in die berichtgeving staat anders ook dat Roda al bezig was met het vangnetplan op het moment dat hij binnenkwam. Ja. Dus eigenlijk vanaf het moment dat hij er was, is Roda op de achtergrond ook al bezig geweest met oké, maar wat gaan we doen als het waarschijnlijk gewoon wel fout gaat? Dan moeten we wel alsnog iets regelen. Genieten. Hey, maar Michel, in ieder geval leuk dat je er bent. Dat we weer een club-eigenaar aan tafel hebben. En Snijboon, jij bent natuurlijk onze voetbalfreak die elke wedstrijd in elk land, op elk continent kijkt. Heb je dit weekend ook weer genoten van heel veel mooie wedstrijden, interessante voetbalverhalen door heel Europa? Ik heb wel wat mooie potjes gezien. Maar het mooiste wat er gebeurde was voor een wedstrijd. En ook niet zo heel ver weg. Dat was bij Frankrijk-Albanië. Ik moest heel veel nadenken over welk land het nou was. Maar dat moesten ze in Frankrijk ook. Want de Gijs, heb jij het meegekregen of niet? Nee, de volksliederen werden gestart. En het volkslied van Albanië bleek niet voorhanden te zijn. Want ze hadden het volkslied van Andorra aangezet. Dus gingen al die Albanese fans... Potato, potato, Albanië, Andorra. Al die Albanese fans gingen fluiten en middelvingers doen. En vervolgens kwam de stadionspeaker. Of iedereen alsjeblieft stil wilde zijn en respect wilde hebben voor het volkslied van Armenië. Oh, wat heerlijk. Dus die wedstrijd is 10 minuten later begonnen. En die Albanese waren echt woest. En die hebben daarna ook nog gewoon vol pakkie gekregen van die Fransen. Hoe is het geworden? 4-5-0, dacht ik. Okay. Maar ja, schitterend. Maar was het dan wel Albanië dat speelde? Ja, dat weet niemand. Okay. Oh, ze speelden niet als zichzelf in ieder geval. We gaan het zo natuurlijk hebben over ons eigen Nederland, wat tegen Duitsland speelde. Nog heel kort, buiten Europa ook het een en ander gebeurd. Michel, jij kwam helemaal lyrisch over Maradona binnengelopen hier. Ja, dat is leuk. Maradona is weer terug in Argentinië. Hij is nu trainer van Gimnasia.
En op het moment dat wij dit opnemen is de presentatie van hem bezig. En die vindt plaats in het uitverkochte stadion. 21.000 man. In de afgelopen dagen zijn er een paar duizend extra seizoenskaarten verkocht. En nou, dat filmpje moet je eigenlijk, dat moeten we even online zetten. Want er was een gast met een kettingzaag. Hij dacht, ik heb geen vuur, ik heb wel een kettingzaag. Die ging gewoon de straat op en die ging daarmee feest vieren. Tering. Maar wel vier feest met een kettingzaag? Nee, maar dat is toch, ik vind dat een vrij logische conclusie. Waarom? Er wordt iemand gepresenteerd bij je club. Dat is echt een idool. Je kijkt om je heen. Je zit thuis. Je denkt, oké, waarmee kan ik iets doen? Geluid maken. Ja, nou, dan kom je toch al vrij snel bij de kettingzaag. Welk niveau is dit, Michel? De hoogste divisie. Nou, kijk eens. Zo. Leuk. Ah, leuk. Hey, jij zei net iets over Wendy van Dijk en Chantal Jansen. Voordat ik het vergeet. Ik ben 2 dagen weg geweest, dus ik heb het niet meegekregen. Wat is er gebeurd? Ja, dit heel Nederland kort is in rep en roer. Nee, er was... Moet ik het hier echt over gaan hebben? Ik weet het niet. Er was gisteren Dancing with Stars. Ja. Met Chantal Jansen als presentatrice. En Wendy van Dijk die zat thuis op de bank. Wijntje op met de iPad erbij. En die dacht, ik ga allemaal zure tweets over Chantal Jansen liken. Maar zij wist blijkbaar niet dat andere mensen dat konden zien. En toen bracht SBS naar buiten. Ja, we zijn gehackt. Dus ik wil ook zeggen, als ik nu een domme opmerking maak, ik ben ook gehackt. Maar ben je tegenwoordig niet alleen sportjournalist bij Vice, maar ook bij RTL Boulevard? Ik doe ook showbiz. Dat doe ik eigenlijk eerst in mijn vrije tijd, maar ik wil het ook professioneel doen. Je ziet die hackers al helemaal voor je, toch? Thuis achter de computer met zo'n bivakmuts op en zo'n hackerscollectief. En dan lekker Wendy's account hacken en dan lekker tweets liken. Dat is het. Zo'n Anonymous vanuit Rusland. Dus. Jongens, wij gaan naar de enige echte wedstrijd van vandaag. En dat is Duitsland tegen Nederland. Dat werd 2-4. Michel, hoe heb jij deze wedstrijd beleefd? De eerste helft vond ik eigenlijk vrij saai. Maar toen dacht ik wel weer, nou laat de Eredivisie maar weer terugkomen. Want dit is weer ouderwets. Maar de tweede helft was echt top. Ik vond Nederland echt heel goed. Vooral sinds, daar gaan we het straks nog even hebben, na die 2 wissels van Koeman. Liep het echt goed. En nee, het zag er goed uit. Oké. Okay. Snijboon, neem jij ons altijd zoals gebruikelijk even mee door de goals, of in ieder geval? Het was een beetje een wedstrijd van de uiterste. Hè? Heel hoog niveau, soms heel laag niveau. De 1-0. Ik vond beide ploegen niet zo goed starten. Alleen was de eerste keer dat Duitsland gevaarlijk werd, lag hij er eigenlijk ook bijna gelijk in. Blind stapte als linksback erg ver door op het middenveld. Toen kwam Promes op linksback terecht. Nou, dat lijkt me sowieso niet de beste oplossing. En die stond buitenkant te dekken. Als je in de F'jes afgeleerd krijgt. Die bal komt binnen door rechtsback. Die Kloosterman was dat. Ja. Die komt 1-1. Werkt hem echt dramatisch af. En die bal die komt in de 16 voor de voeten van Serge Gnabry. Want Blind had hem ook nog even laten lopen. En die schiet hem via de grond een beetje gelukkig binnen. Die werkt hem ook dramatisch af. Die werkte hem eigenlijk vrij dramatisch af, Gnabry. Maar die viel precies langs de krullenbos van Van Dijk viel die binnen. Hey, Titus, jij stelde maar weer geen vragen in de opening. Ik ben behoorlijk gekrenkt nu. Maar ik ga jullie toch even meenemen naar mijn weekend. Want sluit dat aan bij de 1-0? Het slaat zeker aan bij de 1-0. Ik was namelijk op een trouwerij in Malaga. Twee daags. Ik zie er zeer matig uit ook. Zeker voor mijn doen. Maar waren festiviteiten waren 's avonds. En mijn broertje en ik waren daar tezamen. Dus wij keken naar het schema van de bruiloft en het schema van de Nederlands elftal. En dat helaas kwam er niet overeen. Dus wij zaten in conclave van, kunnen wij op een of andere manier het Nederlands elftal zien? En toen bedachten wij van, oké, als we het voetbal gaan kijken tijdens een bruiloft waar ook onze vriendinnen zijn, is de kans groot dat de relaties op de klippen lopen. Ja. Dus we hebben het eerst via livescore bijgehouden. En na 9 minuten stond het 1-0. Toen dacht ik, nou prima, weet je wel, goede keuze dat niet zijn gaan kijken. Dat was de relatie behoud waard. Maar achteraf, daar komen we zo op, ben ik zo woest dat ik niet ben gaan kijken en mijn relatie op het spel heb gezet. Wat een wedstrijd. Ja, want je hebt teruggekeken. Ik heb het, hoe wil ik het niet vertellen, maar ik heb het zeker teruggekeken. Het was geweldig. Maar snijbal gaat door bij de 1-0. Ja, wacht even. Wat is het, waar zit nu echt de fout bij het Nederlands elftal? Is dat op die backposities? Nou ja, fout. Het is een bijzonder getalenteerde selectie. Maar eigenlijk allebei de backposities zijn nu wel het zorgenkindje. Op linksback heb je Blind staan, die bij Ajax niet eens meer in aanmerking komt voor de positie van linksback. Eigenlijk alleen nog maar verdediger in middenvelden staat of centraal achterin. En dat is toch, en het is denk ik ook echt zo, de beste linksback voor het Nederlands elftal op dit moment. Dat vind ik vrij problematisch, want er zijn best veel buitenspelers waar ik hem niet tegenover zou zetten. En op rechts heb je ook, op rechts is het al jaren eigenlijk een zorgenkindje. En Dumfries lijkt de ontwikkeling die hij vorig jaar inzet ook niet helemaal door te pakken. Sterker nog, we kregen een vraag van een luisteraar, van John Locomo. Die zei, hoe slecht vinden jullie Dumfries wel niet?
Hij was ongelukkig. Hij zit zeker niet in de beste fase. En het is ook voor, als je kijkt waar hij vandaan komt als speler. Hij is een laadbloeier en heeft heel snel een heel hoog niveau gehaald. En zakt nu wat terug. Dat is denk ik niet meer dan logisch. En de vraag is, wanneer gaat hij daar weer echt bovenop komen? Maar hij werd toch ook niet echt in zijn kracht gebruikt? Hij werd in balbezit, werd hij hangend rechts buiten neergezet. Mm-hmm. Om Schultz op te vangen mocht het misgaan. Maar daardoor kreeg hij de bal dus op een plek op het veld waar hij hem normaal nooit krijgt. Nee. Hij krijgt hem bij PSV lekker op zijn eigen helft. Spel voor zich. Geen paniek. Hoeft geen hoge handelingssnelheid te hebben. Maar nu kreeg hij hem af en toe op een plek dat je dacht, oh, dan moet hij een actie maken. Nou ja, dan moet er een goede voorzet komen. En dat kwam er gewoon niet. En ja, dat is toch misschien niet de juiste speler op de juiste plek. Dus zullen we het zo misschien over hebben. Maar ik vind Promes, als je hem zo gebruikt, kan je hem prima als rechtsback neerzetten. Ja. Maar in bredere zin is rechtsback natuurlijk, eigenlijk begon het al vroeger bij, toen Van der Wiel doorbrak, dacht iedereen, we zitten safe voor de komende 10 jaar. Hmm. Toen was Van der Wiel het niet, maar kwam Van Rijn bij Ajax. En dacht iedereen, oh, Van der Wiel is weg, maar we hebben Van Rijn, dus dat komt wel goed. Was het ook niet. Toen kwam Tete, dacht iedereen, oh, maar nu hebben we Tete, nu komt het echt goed. Karsdorp kwam op bij Feyenoord. Het kwam wel goed, want Karsdorp was super. Mazraoui brak door, koos voor Marokko, werd het ook niet. Nu is het weer met Dest. Oh, dan gaat Dest het wel doen als Dumfries het niet is. Maar eigenlijk is het al gewoon 1 jaar of 10 nu. Moeten we gewoon geen rechtsbacks van Ajax meer pakken? Nou ja, maar ook Karsdorp waren de verwachtingen natuurlijk ontzettend hoog gespannen. En ook Dumfries vecht nu echt weer tegen het feit dat op het moment dat het goed gaat, dat de verwachtingen blijkbaar zo hoog zijn, dat we zo erg zitten te wachten op weer echt een back à la Van Bronckhorst in het Nederlands elftal, dat elke back die een beetje doorbreekt gelijk heel veel druk op zich krijgt. Ja, maar ik zou Dumfries niet meteen al willen afschrijven, want ik vond hem, was dat tegen Frankrijk vorig jaar, dat hij erg sterk speelde. Hij heeft ook goede wedstrijden gehad, maar zeg maar, ik denk dat het systeem zoals Koeman dat nu hanteert, vooral aan het einde van de wedstrijd, hè, dan had je Ake, Van Dijk en De Ligt. Mm. En dan heb je gewoon dat die backs eigenlijk een soort van middenvelders worden en heel hoog staan. En voor Dumfries is dat gewoon, ja, is dat gewoon niet zo fijn. Dat is voor hem, is dat niet zijn beste positie. Maar ik denk dat Promes dat prima kan invullen. Maar op papier is Dumfries toch best wel een goede wingback voor in een 3-5-2. Juist omdat hij dat loopvermogen heeft en niet bang is om die middenlijn over te steken. En normaal gesproken aan de bal ook niet zo slecht is. Zou ik juist zeggen dat een 3-5-2 hem best wel goed ligt, omdat hij dan die hele flank heeft. Nee, ik dan zou ik wel echt voor Promes kiezen. Want je betrekt dan, wat Michel net zei, je betrekt dan je backs heel veel bij het voetbal. Ja. En zoals Denzel Dumfries zelf zegt, hij heeft harde voeten. En dat is lastig om dan lekker met de bal te spelen. Okay, jongens, we zijn pas bij de 1-0. We hebben nog een hele wedstrijd te gaan. Gijs, ja. Net voor die 1-1 kwam toen een beetje het kantelpunt in de wedstrijd? Absoluut. Veel mensen zeggen de twee wissels van Koeman, die de Roon eraf haalde en Dumfries ten faveure van Malen en Prupper. Hartstikke goede wissel. Maar voor mij was het kantelpunt de dubbele wissel die onze grote vriend Joachim Leu de tegenovergestelde. Daar klopte namelijk helemaal niets van. Die bracht Gundogan bracht hij erin en Kai Havertz. Verschrikkelijk goed talent trouwens. Maar hij haalde eraf. Denk maar even na. Jij zat waarschijnlijk net aan het voorgerecht op dit moment. Royce en Werner eraf. En daardoor kwam hij te spelen met, ik noem ze even op, van links naar rechts. Een blok van 8. Schultz. Süle. Ta, Ginter, Kloosterman en daarvoor 3 man, Gundogan, Kimmich en Kroos. Dat zijn 8 mensen die het liefst lekker blijven hangen. 0 diepgang, 0 vooruitgang, ze speelden 8-0-2. Wat een verschrikkelijke omzetting. Maar dat speelde Nederland echt in de kaart. Precies, en dat deden we dan ook met het eerste goal van Frenkie. Ja, leuk voor Nederland zelf al. We hebben het hier wel eens gehad over zijn gebrek aan rendement. Nu een mooi goaltje. Hij staat daar niet om goals te maken. Ik denk dat wat het mooiste aan de goal was de aanname. Het is een bal vanaf de flank die niet makkelijk aankomt. En hij zit eigenlijk ook nog half in een duel. En hij raakt hem aan met de punt van zijn rechtervoet. En die bal ligt gelijk helemaal klaar voor hem. En passeerde uiteindelijk vrij makkelijk Neuer. Wat tot die tijd keepte Neuer echt een 10. Mm-hmm. Die pakte echt ballen eruit. Die was echt weer de ouderwetse Neuer. En dit was precies op het goede moment dat die bal ertussenin viel. Maar voor mij, Jordan Taas stond onder de baksement trouwens. Ja, maar die staat gelukkig. Ja, die heeft een vlieger op zijn rug ook de hele tijd. Dat kan echt niet. Maar bij die goal ook weer. En eigenlijk elke keer als Nederlands elftal speelt, hebben we het erover. Meneer Babel.
Ach, dat kan je toch geen assist noemen, Snijboon? Nee, maar... Een normale verdediger neemt hem aan en die speelt hem lekker naar een Duitse medespeler. Maar even, los daarvan, hij staat er wel altijd weer en is toch altijd op een bepaalde manier weer beslissend in het Nederlands elftal. Michel, waarom speelt Babel eigenlijk altijd in het Nederlands elftal? Is hij... Nou ja, het is deels bij gebrek aan beter, maar ik denk dat hij toch ook wel de laatste jaren een beetje onderschat wordt. Vorig jaar bij Fulham deed hij het echt goed. Nu bij Galatasaray doet hij het ook weer goed. Maar ik vind het gewoon een mooi verhaal. Op zijn 28ste ging hij naar de Zandbak. Daar is hij toen uiteindelijk weggestuurd omdat hij een slipper gooide naar het publiek. Dus het valt nooit goed daar. En dat hij nu gewoon dan weer toch weer bij het Nederlands elftal speelt. Maar ik vond hem ook echt goed spelen. Dat is ook niet altijd zo, eerlijk is eerlijk. Ja. En ik weet ook niet of hij bij, als Bergwijn erbij was geweest, of hij dan wel had gespeeld. Maar ik vond hem echt goed spelen. Hij is onder Koeman redelijk zeker van zijn plekje tot nu toe. Mm-hmm. Oké, jongens, 2-1, dan 2-2, penalty. Tegen Cillessen, Michel, kan je die toch eigenlijk gewoon altijd tellen? Ik zou gewoon meteen teruglopen naar de middenstip. Maar heel veel niet eens nemen. Nou, was ik het pingel? Nee. Ja, officieel wel. Maar nee. Maar is dit zo'n klassieke die als je hem meekrijgt dat je zegt, ja, 100%. En als je hem tegenkrijgt dat je gaat zeiken? Ja, maar het was wel echt, of het was briljant acteerwerk van de licht, maar hij keek echt... Complete andere kant op. Dat zag iedereen. Maar is het dan is het toch nog steeds hands? Ja, in principe is het nog steeds hands. Maar ik denk dat je de intentie ook moet meenemen. Maar je hebt natuurlijk die... Er was geen reden om hands te maken. Die regel dat aanvallend hands is altijd hands nu. En verdedigend hands moet het nog natuurlijk op positie allerlei voorwaarden voldaan worden. En blijkbaar was dat genoeg voor deze scheidsrechter. Ik weet niet waar die vandaan kwam. Maar Portugal. Waarschijnlijk Berlijn. Maar dat was... Ja. Als je hem geeft, is het niet goed. Als je hem niet geeft, is het ook niet goed. Maar wat Gijs wel zegt, je kan net zo goed gelijk naar de middenlijn lopen. Ja. Nou, ik heb dit dus opgezocht, want ik was daar benieuwd naar. Ik heb even op Transfermarkt gekeken. Wat vinden jullie van Krul? Dat is toch best wel een penalty killer. Dat is de killer, toch? Die we de hebben? Killer. Ja. Cillessen heeft in zijn carrière, in de competities, heeft hij 5 penalties gestopt. Of tenminste, zijn er niet ingegaan. 28 zijn er wel ingegaan. Krul, 3 gestopt of niet ingegaan. 42 wel ingegaan. Het is gewoon een penalty killer, die Cillessen. Ik laat dit even vallen. Ja, nee. Ja. What the fuck is that? Never heard about this. Ja, bizar eigenlijk. Dus eigenlijk onterechte kritiek altijd. Dus eigenlijk is Van Gaal een vreselijk slechte coach dat hij Krul erin bracht voor de penalty serie. Van Gaal heeft geluk gehad. Ja, gouden pik. Hey, de 3-2. Dan moeten we het hebben over Donjan Malen, Snijboon. Ja... Maar wel eerst even, ere weer ere toekomt, die assist van Wijnaldum was schitterend. Want 90% van alle spelers had die bal of zelf geschoten of verkeerd voorgegeven. En Wijnaldum heeft gewoon de rust om op dat moment, terwijl die tussen 3 man inloopt, een wippertje met rechts op te geven. En Malen loopt goed mee, raakt hem uitstekend. En hij bracht heel veel nieuwe energie. En dat is voor zo'n jong natuurlijk echt heerlijk om dat te bekronen met een doelpunt 3-2 in de 80ste minuut uit tegen Duitsland. Dat is echt wel echt jongensboek. Ik vond Wijnaldum sowieso echt heel goed in de tweede helft. Hij was echt overal. Hij had zo'n beetje op zijn eigen helft dat hij de bal nog veroverde en terugspeelde naar de keeper. En bij het laatste doelpunt waar we nu denk ik heen gaan. Mooi brugje. Sprint van weet ik veel 50, 60 meter. Ja. Echt fantastisch. Ah, ik wilde nog heel veel, want is Malen is Malen misschien de ontbrekende schakel als hij op deze manier doorgaat in dit elftal? Want dit elftal mist wel een nummer 9 die in dit systeem past. Nee, hoezo? Depay past al prima als nummer 9 in dit systeem. Maar je hebt iemand voor de naast nodig. Maar zou je Depay niet liever gewoon hangend op links? Depay is toch het best hangend op links? Ja, maar dan heb je dus een back nodig die er overheen dent. Dat is Daley Blind niet. Want die baai is altijd weg. Daar. Nee, maar dat is prima. Wijnaldum kan daar omheen en dan tegelijkertijd ook binnen. Nee, precies. En dan kan hij ook keeper nog. Aan het einde van de wedstrijd stonden Malen en Depay eigenlijk samen voorin. Allebei als een soort van nummer 9 die om elkaar heen gaan. Ik vond dat heel goed werken. Maar Malen kan ook vanaf de flank komen. Ik denk dat wel echt heel goed kan werken. Hij is een talent, maar wat je net zegt met die rechtsbacks, dat kan dus ook met Malen gebeuren. Ja. Hij is gewoon goed bezig, maar je moet hem niet meteen de ontbrekende schakel van Nederland zelf te noemen. En wat jij net zegt, die 2 spitsen. Die dicht bij elkaar spelen. In de eerste helft waren dat Depay en volgens mij Babel. Ja. Dat kan eigenlijk alleen tegen een 5-mans verdediging. Want dan kan je Dumfries doorstappen. Waardoor je een soort 4-mans aanval krijgt. Met 2 centrale spitsen en 2 mensen die de backs opvangen. Dus dat kan ook niet met elk systeem. Ik vind het Malen zeer leuk. En de jongen van harte gegund. Ja. Mooi dat hij bekroond met een doelpunt. En dan die 4-2. Waarom moeten we nou zo extra blij zijn met
met dit laatste goal. Onderling resultaat, hè? En sterker nog, ik keek na 4 gin tonics, keek ik inmiddels weer op livescore. En het was 2-3 na minuut 1 of 82. Maar jij kon naar 4 gin tonics, kon jij livescore kijken terwijl de telefoon nog in je zak zat, toch? Nee. En toen ik stelde mijn broertje opzoeken, die hing ook ergens in een palmboom. Ik dacht, gast, kijken. Dus wij stiekem met z'n tweeën op een telefoontje op het strand. En we werden gesnapt. Maar dit was het waard. Over jouw broertje gesproken. Ik zag een fotootje van hem bij komen. Die heeft een leuke avond gehad daar. Ja, wat hangt vanaf wat je leuk vindt. Een biertje heeft hij gehad. Ja, één biertje. Dat is één te veel. Maar nee, dat was echt top. En die 4-2 is super belangrijk, omdat je nu op onderresultaat ook de Duitsers voorbij gaat. Dus mocht het in puntenaantal gelijk komen in de groep, hebben wij net Jorginho en Alden, triatleet, wordt hij hierna, dat kan niet anders. Die schiet ons eigenlijk relatief veilig. Want ik denk dat Duitsland en Nederland nu gelijk aantal punten zullen halen als die Noord-Ieren niet iets heel geks doen. Dus eigenlijk zijn we eigenlijk geplaatst voor de halve finale van het TK, als je het zo bekijkt. We hebben hem gewonnen, ja, toch? Sterker nog, ja. Maar moet je die beker alleen nog ophalen. Je hoorde ook Wijnaldum na de wedstrijd, die zei ook in de analyse, kreeg hij een vraag erover. En zei hij, ja, Frenkie zei al in het veld tegen me, die twee goals zijn heel belangrijk. Dus Frenkie heeft gewoon tijd over in het veld. Frenkie die staat gewoon alweer te rekenen. Die staat daar met zijn grafische rekenmachine alles alweer door te pakken. En die legt dat ook nog even uit aan de rest. Maar het is toch krankzinnig dat je zo'n wedstrijd speelt en dan nog een sprint letterlijk vanaf eigen helft. Ja. Naar de 16 meter van Duitsland. En dat flatgebouw achterin, die ik normaal wel goed vind, Süle. Ja. Die wist ook niet waar ik moest zoeken. Maar en, heerlijk doelpunt. Oké, maar dan lijken we nu enigszins veilig te zijn. Maar Snijboon, jij zegt het al. Mits die Noord-Ieren niet gek gaan doen. Gijs, prima, even goede vrienden. Maar kunnen jullie nog verrassen? Want die blijven toch wel ballen. Ja, die Noord-Ieren, dat is tot nu toe een schitterend verhaal, maar wel... Ja, maar die hebben zo'n bizar schema. Die hebben al 2 keer tegen Estland en 2 keer tegen Wit-Rusland gespeeld. Ja. Hoe kan dat nou? Ja, dus die hebben 2-0 gewonnen thuis van Estland. Die hebben 2-1 gewonnen thuis tegen Wit-Rusland. Toen moesten ze uit weer tegen Estland, 1-2 winnen. En toen weer uit tegen Wit-Rusland, 0-1 winnen. Maar die moeten dus nog 4 wedstrijden tegen Duitsland en Nederland. Maar zij schijnen wel dat stadion daar. Dat schijnt een beetje zo'nzelfde vloek te hebben als het AZ-stadion. Niet dat het instort, maar dat als het zeg maar. Als jij een briesje voelt op de fiets, dan heerst er een orkaan in het stadion van Noord-Ierland. En het wordt straks najaar een beetje een regenachtige avond in Noord-Ierland. Dat maakt daar niet uit hoor. Najaar, dus, zomer, lente. Nee, een warme zomerdag, regenachtig in Noord-Ierland. Ja, maar dat zijn dus niet zulke makkelijke potjes. Want het wordt gewoon kick and rush in de regen. En ik heb gehoord dat Dublin sluit het vliegveld. Want die spits die kopt alles uit de lucht. Dat schijnt echt een bizarre luchtgeweer te zijn. Dus ik ben echt benieuwd om dat te zien tegen Duitsland. Maandag volgens mij, morgen. Ja. Voor de mensen die... eigenlijk iedereen luistert altijd maandag. Ja, dus voor de mensen die in de studio nu meeluisteren. Maar Michel, als wij naar maandag kijken. Gaat Nederland een makkelijke avond tegemoet tegen Estland? Nou, we moeten niet te hoog van de toren blazen. Maar Estland heeft recentelijk nog 8-0 verloren van Duitsland. Ja. Dus Ragnar Klavan is daar de grootste sterspeler. Geen no shade verder, maar ja, dat moet in principe geen problemen opleveren. Ik denk dat tegen de Noord-Ieren zal inderdaad moeilijker worden. Die hebben heel veel fysieke spelers. Wat zit je dit nou in te bouwen nog, joh? Moet in principe geen probleem zijn. Het moet toch echt dubbele cijfers worden. Ik heb de samenvatting tegen Wit-Rusland gezien. Het slaat helemaal nergens op. Als je die pot niet gewoon met 5-6-0 wint, dan moet je je schamen. Ja, maar jij kijkt al die wedstrijden ook. Ik heb dat niet gezien, dus ik weet het niet. Hey, progressie bij Nederland als je kijkt naar die afgelopen wedstrijden tegen Duitsland? Ja, eigenlijk wel. Ik vind dat je bij vlagen de afgelopen paar keer, zeker in delen van de wedstrijd, echt de onderliggende partij was. Volgens mij was het vorige keer in Gelsenkirchen dat Van Dijk in de 93e minuut uit het niets een soort van halve omhaalde kruising schoot. Waardoor we ons plaatsen voor die finale van de Nations League. Daar was je echt totaal kansloos. En dat gevoel had ik nu, vanaf mijn strandbedje de dag later met hoofdpijn, had ik dat geen moment. Dus ik denk dat je wel progressie ziet. Ik heb ook een discussie gehad met mensen daarvan. Was de eerste helft nou goed om ze te op vermoeien? Op het strand. met de bruid. Tenminste, volgens mij waren dat mensen. Ik weet het, ik kan ook tegen mezelf zijn geweest. Maar was de eerste helft nou goed omdat ik zoveel balbezit had en je vermoeide de Duitsers? Of was het ouderwets, tikkie breed, tikkie terug om maar het balbezit te houden? En daar ben ik nog niet over uit. Maar, lang verhaal kort,
je had wel controle. Of in ieder geval zo kwam het over. Ik vond de Duitsers labbekakkerig, zoals dat zo mooi heet in het voetbal. Nul druk. Ze zakten meteen in tot aan de kop van de cirkel. Waar het Nederlands elftal, elke keer als de Duitsers op probeerden te bouwen, zag je echt een structuur met druk geven. En dat was heel mooi om te zien. Dat verschil tussen de twee landen, wat er vroeger, of een aantal jaar geleden, gewoon niet was. Omdat Duitsland ook dat snelle afjagen had, het korte spel, hoog druk zetten, de bal op de helft van de tegenstander terugwinnen. En dat zag je nu alleen bij Nederland. Dus in die zin denk ik dat Nederland progressie heeft gemaakt, maar Duitsland ook degressie, als dat een woord in Nederland is. Ik denk dat je in bredere zin ook wel kan zeggen dat die omslag van het Nederlands elftal nu echt compleet is naar die nieuwe generatie. Die vier waar dat elftal al die jaren omheen gebouwd is, die zijn nu echt gestopt. En volgens mij zei Koeman ook op een persconferentie dat het voor dit team ook heel goed is dat echt de nieuwe leiders er nu staan. En dat die basis is er nu gewoon. De Pais en de Van Dijks, die hebben nu echt hun rol. En je ziet ook in al die filmpjes eromheen, in alle persconferenties, die gasten komen naar het Nederlands elftal toe. En die hebben daar echt al, volgens mij echt 3 weken van tevoren, echt al super veel zin in. Sfeer is super goed, resultaten zijn goed. Het is heel positief allemaal. En dat zie je op het veld ook wel gewoon echt terug. Maar je ziet bij Duitsland, die zijn eigenlijk nu op dat punt waar Nederland niet zo lang geleden nog was. Dat ze allemaal nieuwe jonge spelers gaan inpassen. Dat jongens zoals Hummels, Müller, Boateng, dat die allemaal weg zijn. En dat kost gewoon even. Maar ik ben het wel met Gijs eens dat ik Duitsland eerder slechter vond geworden dan beter. Hoe dom is het om die omslag die jij nu bespreekt bij Duitsland, dat je dat laat doen door de manager die ook al werkte met die oude groep. Dat is echt zo'n domme fout. Dus jij zegt gewoon alles in één keer schoon. Dus andere trainer. Beginnen met een andere trainer. Want nu gaat hij namelijk spelers met wie hij dan een band had uitfaceren. En zet daar gewoon iemand nieuw neer die gewoon met het mes erin gaat. Ja, ik hoorde trouwens een opvallende statistiek. Leu is pas de 11e bondscoach in de geschiedenis van Duitsland. Van gemeenschappelijk Duitsland. Ja, gemeenschappelijk Duitsland. Maar dat is nog weinig. En hij heeft ook bijna 200 interlands. En er werd een rijtje opgenoemd met Klinsmann, met nog een aantal andere coaches, die allemaal over de 100 interlands zaten. En dat is echt veel voor een bondscoach. Dus in die zin zijn ze ook niet echt van het snelle ingrijpen. Ze willen echt wachten tot er na dit WK dus gewoon afscheid van hem moeten nemen. Dat WK was slecht. Die generatie was op. Ja. Ze hadden gewoon helemaal door moeten. Ja, maar dan is flink moeten betalen. Want hij had nog een contract voor 8 jaar. Nou ja, dus ik snap wel dat hij is lekker blijven zitten. Prima. Jongens, we hebben nu uitgebreid Nederland besproken. Noord-Ierland, Estland en nu ook Duitsland. Volgens mij moeten wij door. En we hebben weer zoals elke aflevering, weer een beetje te goed. Ik heb een weetje, niemand wil het weten. Ja, ik heb een weetje. Ja, la 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 la. Ja, want ondanks Tim zelf niet aanwezig is in de studio, heeft hij natuurlijk wel even wat ingesproken voor ons. Dus laten we luisteren naar wat hij te zeggen heeft. Dag vrienden, een weetje voor de talentlozen onder ons, dus ongeveer de hele tafel. Inclusief geluidsmannen hier trouwens. Er is namelijk nog kans op een interlandcarrière voor jullie. Ik neem jullie mee naar 1975, toen Heinie Otto van FC Amsterdam zijn teamgenoot Jan Jongbloed naar Schiphol bracht. Omdat Jan Jongbloed in het Nederlands elftal speelde. Heinie zeker niet, hij was daar niet goed genoeg voor. En hij bracht hem naar Schiphol, ging nog eventjes mee naar binnen om hem uit te zwaaien. Kiss and fly, klein koffietje. En toen kwam hij de bondscoach tegen, George Knobel, een lichte paniek. En die zei, Heinie, waar woon je? Nou, ik woon in de buurt van Amsterdam. Oké, race maar naar huis, haal je voetbalspullen. Want Willem van Hanegem is niet op komen dagen en Willem woonde natuurlijk een stuk verder weg. Dus Heinie race naar huis, werd nog aangehouden door de politie wegens pittig rijden. Kreeg geen bon, maar mocht wel door. Pakte thuis wat schoon ondergoed en een paar voetbalschoenen. Race terug naar Schiphol. Was nog op tijd voor de vlucht. Ging mee naar Joegoslavië uit. Vriendschappelijke pot. Na 71 minuten mocht hij invallen. En het bleef uiteraard zijn enige interland. Maar ja, zo zie je maar. Je hoeft helemaal niet te kunnen voetballen. Wil je ooit nog oranje halen? De groeten jongens. Dag. Oké, ik ga vanaf morgen Uber rijden. Maar hij was de schemerschermer zelf vergeten trouwens. Hij Otto. Is weer heen en weer gegaan. Ja, zonde. Nou, prima. Wilde je het weten, Michel? Nee. Wist je dit al? Nou, ik heb een tijd lang met Tim regelmatig in auto's gezeten, in een kleedkamer gezeten. Dus dan hoor je dit allemaal wel. Ja. Ik ken ze allemaal wel. Jij weet een beetje van de komende jaar al. Okay. Jongens, er is geplacht en gefloten. Wat betekent dat wij naar buitenspel gaan? Ja, dus hier krijgen we altijd wat verhalen van buiten het spel te horen. Om te beginnen bij jou, Michel. Ja, ik heb even 2 dingetjes. Wat? Ja, nee, ik dacht, ik ben er nu toch. Hij pakt zijn vrijheid. Ik ben er nu toch. 2 weken geleden zat Daan Boom hier en die had het over de Beaver Mansion.
Shout-out naar de Beaver Mansion. Ja, en ik verbaas me daar ook over, want ik wist eigenlijk... Ja, als ik heel eerlijk ben, ik wist niet dat hier echt mensen naar luisteren. Ja, ik dacht dat dit een beetje soort, net als een soort taakstraf is, dat je het vooral voor jezelf doet. Maar toen was ik vorige week in de sportschool, in de kleedkamer van de sportschool om precies te zijn. En wat zag ik daar, naast naakte, zwetende mannen, zag ik iemand die naar de derde helft aan het luisteren was. Hoe zag jij dat? Hij had het op zijn scherm. Ik zat te kijken hoe hij aan het omkleden was. Maar hij had het echt op zijn scherm. Dus even een shout-out naar degene in de Fit for Free. Als je luistert. Top. Okay, dat was ding 1. Dat was ding 1. Dat was even huishoudelijke mededeling. Tweede nieuwsfeit. Ik kan dit gaan omschrijven, maar ik denk dat ik gewoon even eerst de titel moet oplezen. En dan gaan we dan met z'n allen wel even doorheen. Yeah. Dit is een artikel uit AD. Louis van Gaal geeft in Rwandese klederdracht Baby Gorilla een naam. Ja, laten we hier even doorheen gaan. Dat was dus de jaarlijkse Kwita Izina ceremonie. Wie kent het niet? En die wordt jaarlijks gehouden om baby gorilla's een naam te geven. En er zijn altijd celebrities bij, zoals Naomi Campbell. En nu dus ook Louis van Gaal. Wat heeft hij voor naam gegeven? Louis, King Louis. Nee, de naam was Ngogosi. Dat betekent leider. Dat had hij zelf bedacht. Ja, dat had hij zelf bedacht. Ah, keurig. Nou, leuke weetjes. Nieuwtjes. Laten we doorgaan. Ik heb het ook gezien. Heb je het filmpje ook gezien? Ja, die speech is echt heel goed. Ja. Oh, mensen, kijk het alsjeblieft even terug. Louis van Gaal, die mensen in Rwanda uitlegt wat hij met leiderschap ervaren heeft. En wat hij allemaal bereikt heeft in het leven. Vergeleken met die mensen in Rwanda. Dus het is pijnlijk, maar ook hilarisch. Gijs, je mag meteen doorpakken. Wat heb jij meegenomen? Ja, pijnlijk. Vooral, ik ben echt woest. Nee, serieus. Ik kwam... mensen in Las Vegas, die weten sowieso niet wat ze met het geld aan moeten. En nu was er een voetbalploeg. Hebben jullie het gevolgd? Ja. Jij ook, Michel? Jammer. Mm-hmm. Titus? Nee. Heel goed. Lights FC heet het, uit Las Vegas. Die speelde een thuiswedstrijd tegen El Paso Locomotief. En die vonden het leuk om voorafgaand aan de wedstrijd vanuit een helikopter geld te gooien. Dit heb ik wel. Ja, sorry, wel. Oh. Bert, als je nog luistert, misschien leuk voor jou. Maar het is krankzinnig. Helikopter vloog over het veld, liet allemaal geld droppen. En fans, en wat wel mooi was, spelers ook. Ja. Die gingen uiteindelijk gewoon bijna op de vuist om briefjes op te rapen. Ja, maar als die salary cap van is het dat. Veld. Ja, precies. Ja, dit is de manier om de spelers uit te betalen. Dit is gewoon een maandelijkse loon. Maar dit schijnt dus de tweede keer te zijn. En Lights FC tweette erover alsof het fantastische stunt was. Heerlijk bedacht. Terwijl er... Ik dacht serieus heel even op de gevoelige tour. Die mensen in Rwanda, what the fuck? Weet je wel, hoe kan je nou hoe krijg je het in je paasei om dollars uit een vliegende helikopter te gooien op een voetbalveld en dan mensen lekker te zien rapen en rennen en half aan met elkaar gaan vechten en dan de commentator ook nog losgaan, hè? Oh my god, look at these people. They're fighting for money. Jezus Christus. Maar goed, toen kwam ik wel op het idee. Laten we het volgende week in de Kuip doen voor Sophia's kinderziekenhuis met twee helikopters en al die knuffels op het veld. Dat lijkt me wel heel mooi. Gewoon tijdens de wedstrijd. Ja, het liefst wel, ja. Dat er ineens is zo'n teddybeer op je hoofd. Ik zat trouwens nog even terug te denken aan het buitenspelletje van Mies, maar wat deed jij in die Fit for Free eigenlijk? Mies Bouwman. Ja, wat deed Mies Bouwman in die Fit for Free? In de Fit for Free... Liep je er langs? Of? Een beetje in die kleedkamer. Ja. Gewoon zitten en door naar huis. Kijken naar die mannen. Ja. Hey, Snijbom, wat heb jij meegenomen als nieuwtje voor buitenspel? Jullie hebben het waarschijnlijk al wel gehoord dit. Maar Guinea is op zoek naar een nieuwe bondscoach. En er staat eigenlijk maar één iemand bovenaan de lijst. En dat is... Gijs. Nee, hoe heet hij? Pim Verbeek? Nee, Claudio Ranieri. Oh, echt? Ongelooflijk raar. Die wordt waarschijnlijk deze week geïnterviewd in Conakry om te kijken of hij het wordt. En ik moest nu gelijk weer denken aan... Is Conakry een stad of een blad? Of een nieuwsbrief? Ik weet het serieus. Nee, dat is de hoofdstad. Of een start-up. Ja, die zit op marine terrein. Maar ik moest hierdoor wel gelijk denken aan... Dat, weet je, Ranieri bij Guinea is echt weer zo'n schitterende... Die had niemand verwacht en het wordt ook 100% geen succes. Net als bijvoorbeeld Pim Verbeek bij Oman. Of Hiddink bij China onder 23. Of Arie Haan, die bondscoach van Albanië was. Maar de mooiste is nog altijd... Foppe de Haan was bondscoach van Tuvalu. En die speelde altijd op een of ander super verlept veld achter een hotel. Hoeveel mensen wonen er in Tuvalu? Ja, alsof ik dat weet. Dat is een domme vraag, zeg. Zo. Maar ik hoop de WK-kwalificatie van Guinea met Claudio Ranieri aan het roer. Dat is als hij zeg maar
het WK wint met Guinea en de Premier League heeft gewonnen met Leicester, dan is zijn carrière compleet. En heeft hij het uitgespeeld, voetbal. En trouwens, Wim Rijsberg is geloof ik nu bondscoach van de Salomonse eilanden. Daar heb je het al. Zo. Hey, tot zover. Zijn die gekocht? Buitenspel. Wij gaan door. Ja, wij gaan gewoon door naar de Raiola's. Kent u Mino Raiola? Heeft inmiddels meer euro's verdiend dan die hersencellen heeft. Zo'n dik hoofd. Past niet eens in zijn eigen pizza oven. Die naam kunt u verder vergeten. Ja, de Raiola's, dat is natuurlijk ons eigen spel waarin de jongens hier aan tafel hun spelersstal hebben gevuld met spelers die minder dan 500.000 euro waard waren op transfermarkt.nl. En nu houden jullie wekelijks de scores bij die VI aan ze geeft. Laten we het maar even doornemen. We hebben drie teams. FC Snijboon, Five Guys is van Gijs. En de hand van Tim is van Tim. Tim is er niet, dus Michel zal het voor hem even... Het is echt KVB-mafia. Het is echt KVB-mafia. Laten we maar bij jou beginnen. Jij bent wit heet. Het is fucking bullshit. Ja, gewoon. Zoals Van Basten zou zeggen. Neem ons in ieder geval even mee door die vier spelers uit je team. Kijk, ik heb gewoon een wereldteam met Kirchbaum, Itakura van Groningen, Jordi Bruin van Heerenveen en Kaito Nakamura van Twente. Nou, dat is gewoon een goed team. Mm-hmm. Daar kan je gewoon mee op de plank verschijnen. Gijs heeft gewoon Sparta gekozen. en waarschijnlijk een of andere Sparta-fan die geeft die cijfers daar elke week. Want het slaat nergens op. Want in die verliespartij van Sparta tegen Ajax, die krijgen dus met 4-1 op de broek. En die idioten, die geven Brian Smeets gewoon nog een 6. Ja, assistje. Het slaat helemaal nergens op. En in diezelfde week wint VVV uit bij Utrecht. Krijgt Kirschbaum. Die krijgt een 5. Terwijl die 2-1 wint in de galgen waard. Ja, twee eerlijke. Maar Kirschbaum heeft gemiddeld een 5.2 gescoord. Itakura een 6.1. Jordi Bruin een 5.7. En Kaito Nakamura een 5.8. Ja, ze moeten ook echt een bril kopen. Want Jordi Bruin speelt een wereldseizoen. En die krijgt 5.7. Het is gewoon echt onzin. En die van Gijs, die krijgen... achterin volgens een 6.3 gemiddeld, een 6.5 gemiddeld, een 6.8 gemiddeld en een 6.6. Alleen dat Sparta per ongeluk een paar potjes heeft gewonnen dit seizoen. Maar jij hebt natuurlijk vorig seizoen, toen we dit spel deden, een beetje achterover kunnen leunen en kunnen denken, ik heb Stanks, dus ik win toch wel. Zo geschieden. Nu moet je misschien even wat harder werken of had je wat harder moeten werken. Gijs, neem jij ons even mee door Five Guys. Ja, ik was ook aan het genieten, want ik had natuurlijk uiteraard mijn broertje op de terugweg hier naartoe al over. Zei die, ja, nee, maar ik had mijn speler geselecteerd op transferwaarde. Dus niet eigenlijk van zichzelf wel helemaal in te dekken dat hij eventueel niet zou kunnen winnen. Ja, Five Guys. Snijboon is net al door het gemiddelde gelopen. Ik heb eigenlijk... Dat is Koremans, Pinas, Smeets en? Koremans. Naar... Pinas, die geef ik je. Dat is echt een goede vondst. Dankjewel. Koremans van Sparta, Smeets van Sparta, Achen van Sparta en Pinas waarschijnlijk toekomstig Spartaan. Die zitten allemaal bij een team. En het gaat als de brandweer eigenlijk. Pinas doelpuntjes zelfs. Zelfs in de vriendschappelijke wedstrijd ook nog. Ja, spelers hebben al 3 keer 7.5 gehaald. Pinas, die heeft 2 weken op rij 7.5. Ik zie het hier ook staan voor het eerst. Het is fantastisch. Onzin. Oké, we zien een bevlogen Snijboon. Normaal is Tim hier altijd heel erg boos. Die is er gelukkig nu niet. Michel, wat vind jij van de hand van Tim, zoals hij zijn eigen team heeft genoemd? Maar hij heeft even voor de goede orde, hij heeft Nunnely gekozen na die eerste wedstrijd, toch? Ja. Dan vind ik het echt karma dat hij daarna gekelderd is. Want 5,5, 6,5, 5 en 5. Maar vooral Lonwijk is echt een geniale keuze. Want die heeft 4,5 gehad en daarna niet meer gespeeld. Dus 4,5, 0, 0, 0, 0. Maar die nullen, die tellen niet mee, toch? Nee, maar dat... ik heb het al 4 keer heb ik dit aangeboord in de groepsapp. Maar niemand reageert erop wat we met die nullen gaan doen. Want Gijs die denkt, ja, later. Want 8 speelt ook niet meer. Maar we moeten nog iets met die nullen. Nu tellen we ze niet mee. Als je een nul haalt, dus als je niet speelt. Maar ik vind wel dat je eigenlijk iets, dat er iets aan verbonden aan moet zijn. Maar daar komen we later nog op. Gooi nog 1 keer in die app. Ja, precies. Wie weet reageren onze. We. Maar nog andere notities rondom. Nou, ik vind Nunnely wel echt goed. Die gaat wel echt meer waard worden. Ik denk dat Paas, dat komt ook wel goed. Dat is ook wel een goede keeper, jonge keeper. Speelt bij een goede ploeg. Oké. Nou, als we zo even de balans opmaken. Wie denk jij dat er gaat winnen dit jaar? Gaat Sparta nog instorten? Want als Sparta instort, is Gijs ook gelijk echt Ik denk Snijboon. Ja, want dat, je bent te afhankelijk, Gijs. Van Sparta. Want wacht even, de score is nu. Five Guys heeft een 6.6 gemiddeld. FC Snijboon een 5.7. En dan komt de hand van Tim op de derde plek met een 5.5. Allemaal voldoende, zo kan je het ook allemaal zien. Voldoende, zeker. Laten we het daarbij houden. En laten wij even een rondje langs de velden gaan maken. Met andere mooie verhalen van het interland voetbal. We kunnen natuurlijk niet alles behandelen. Dus aan jullie misschien iets leuks wat jullie hebben meegekregen afgelopen weekend. Bij andere landen die gevoetbald hebben. Wie wil beginnen?
Snijboom? Ja, ik ben in de pool van Engeland. Is een mooie strijd gaande voor de tweede plek. En die strijd gaat eigenlijk tussen Tsjechië en Kosovo. En ik ben deze zomer per ongeluk in Kosovo geweest. Dus ik heb dat mooie stadion in Pristina ook gezien. En ook gezien wat voor leuke plek dat is. Dus ik ben op de hand van Kosovo. En die hebben dit weekend gewonnen van Tsjechië. Thuis, 2-1. En die staan nu op de tweede plek. Dus het zou zomaar kunnen dat Kosovo zich vrij verrassend gaat plaatsen voor het EK. En dat was nog zonder de twee sterspelers. Milot Rašića. Mm-hmm. En natuurlijk Arber Seneli. Want Arber Seneli heeft na zijn transfer naar Stade Reims zijn kruisbanden afgescheurd. Dus die is er nog wel even uit. Maar hij speelt nog wel voor Kosovo. Ja, op 1B. nee, maar die twee waren er dus niet. En zelfs toen wonnen ze 2-1 van Tsjechië. En ik gun het. Tsjechië is toch ook niet meer zo top, hè? Nee, maar of staat Jan Koller nog steeds in de spits daar? Ja, zeker. Ah. Ja. Nee, maar Kosovo, ik gun het ze wel. En ik hoop dat die zich plaatsen voor het EK. Altijd leuk. Altijd leuk. Gijs. Ik heb iets kleiners meegenomen, letterlijk. Elson Hooy. hij speelde voor Curaçao tegen Haiti. Altijd lastig. En was matchwinner. Dus dat is hartstikke leuk. Debuut van Juninho Bacuna. Zeker. En Leandro Bacuna speelde ook. Ja. En dat vond ik hartstikke leuk. Elson, ik gun het je van harte. Echt waar. Zeer sympathieke jongeman. Watervlug. Curaçao, leuke ploeg ook, hè, nu. Ja, echt leuk. Ja. Ja. Aruba vind ik ook leuk. Daar speelt Arias van Emmen. Die is namelijk een record international van Emmen op dit moment. Die heeft volgens mij 7 interlands. Als kapstok en bakstenen muurtje staat hij daar. Is in de spits. Ja, mooi hoe je elke uitzending toch weer terug weet te krijgen naar jouw FC Emmen. Een interland weekend uitzending. En Gijs heeft het weer over Arias. Michel, heb jij nog wat leuks gezien? Nou, ik heb eigenlijk geen internationale wedstrijden gezien. Maar ik zag net wel FC Cincinnati voorbij komen van Ron Jans. En die hebben net met 1-5 verloren. En die staan echt stijf onderaan. Maar je kan niet degraderen daar, hè? Nee, op zich maakt het ook niet zoveel uit. Toch? Ja. Het is toch lullig. Ja. Zeker. De Nederlandse enclave. Ja. Maar die is daar voor de toekomst gehaald. Hè? Die bouwt ook richting de toekomst. Daarom heeft hij ook Michael van der Werf gehaald. Een groot talent. nee, maar dat ziet er niet heel goed uit. Okay. Maar zoals Ron zei bij de persconferentie, I'm not Ronnie Potter. Hè? Dus ze moesten geen magie van hem verwachten. Zo'n heerlijke uitspraak. Oké, hey, laten wij afsluiten met wat Fantalk. Zoals altijd ingeleid door onze Tommy Beugelsdijk. Hallo fans, wie gaat er zin in? Hier is Tom. Er zijn weer een aantal vragen gesteld door al die luisterende fans van ons. Ten eerste aan jou, Michel. Daniel Terkuilen, die wil weten hoe je het een jaar met Tim hebt uitgehouden op tournee. Ja, dat is wel bijzonder, want je moet je voorstellen. Wacht even, misschien even voor de onwetende luisteraars. Je bent natuurlijk sportjournalist, maar je hebt ook een cabaret duo gevormd samen met Tim, die er nu niet is. Ja, en wij gingen op tournee. We zijn een paar maanden door heel Nederland gereisd. Maar je moet je voorstellen, je gaat dan om 2:00 middags weg. Dan moet je naar bijvoorbeeld Boxmeer. En dan zit je daar een paar uur in een kleedkamer te wachten. Of je moet optreden in de aula van een school in Veenendaal voor 25 mensen. En die weetjes, die krijg je gewoon heet het om je oren. Maar er was een moment toen kreeg Tim een nieuwe laptop. En toen had hij voetbalmanager. En sindsdien heb ik hem niet meer gehoord. Dus was heel rustig. Was jij de externe financier van die laptop ook? Ja. Hoe heb jij die avond beleefd? Tim heeft het altijd over dat jullie in een kerk speelden van allemaal bejaarden. Ja, dat was doodeng. Die mensen die zaten ons echt aan. Er waren gewoon allemaal mensen die zaten daar met hun jas aan, met hun tas op schoot, met hun armen over elkaar en die keken echt woedend. En dan is het gewoon 25, 30 minuten helemaal stil. En jullie show was ook niet echt gemaakt voor de babyboomer die lekker een avondje wegging. Nee, er zaten heel veel woorden in die ze niet snapten. we zijn echt op mooie plekken geweest, zoals uitverkochte Kleine Comedie, maar ook echt op de meest gare plekken waarvan je denkt, bestaat dit überhaupt? Is this real life? Ja. Ja. En dan met Tim. Ja. jongens, we hebben nog een vraag, maar ik ben er veel snel aan het opzoeken van wie die nou kwam. Hij kwam van iemand op God. Twitter. Sorry. Nee, ja, ga jij maar. Ik had ook nog een lookalike doorgekregen. En de jingle moeten we even starten, want hij is namelijk wel echt zalig. Alleen is mij ook ontschoten door wie die werd ingestuurd. Maar misschien kunnen we wel nog even achterhalen, Titus. Maar goed. Ja, ik ga mijn best doen. Het verhaal Oscar Smit. Klopt dat? Ja, Oscar. Klopt. Jongen, op de valreep, het spijt me zeer. Ik moest hem eigenlijk met buitenspel doen, maar hij is heerlijk. Dankjewel. Matthijs de Ligt speelde
bleu. Niet heel goed, ook niet heel slecht. Maar hij vond het heel fijn om weg te zijn bij Juventus. Want daags na het goede, tussen aanhalingstekens, nieuws over de kruisband van Chiellini, dat hij wordt afgescheurd, kwam hem namelijk te oren dat Chiellini nog 3 goede knieën over heeft. Ik zie jullie heel schaapachtig me aankijken. Ik zal jullie ook even meteen laten zien waarom. Het was namelijk niet Giorgio Chiellini die zijn kruisband afscheurde, maar het was Octo van SpongeBob. Dus die heeft 4 benen. Hij zal morgen gepost worden. Dus hij heeft nog 3 goede paren kruisbanden. Dus Matthijs? Nee, hij heeft niet Matthijs. Oscar. Oscar. ik heb ook een lookalike. Moet ik die dan insturen of mag ik die hier al zeggen? Insturen. Ja, okay. Doe alvast 1 naam van de 2. Ja, 1 van de 2 vind ik leuk, ja. Sven van Beek. Oké. Nou, luisteraars mogen ook wel ons berichtje sturen wie ze denken dat de lookalike is van leuk. Michel Dodeman. jongens, tot slot een vraag. Ik heb het inmiddels opgezocht van wie die kwam. Van Jula. Hij zegt, wie zouden jullie opstellen als ideaal Nederlands elftal? Wanneer? Maandag? Zeg maar morgen? Nee, als we het WK halen. Even EK. Dus dan, wat is dan de standaard elf voor dat toernooi? Zullen we allemaal 1 linie doen? Tietje, jij was de keeper. Maar moeten we wachten. 4-3? Ja, laten we maar doen. Hollandse school. Niet 5-3-2? Nee. Ik begin wel met de keeper. Dat is Sillissen dan. De penalty killer. Knap. Wie wil de verdediging op zich nemen? Stijboon, ik vind dat wel het type is voor jou. Centraal de Ligt van Dijk. Op rechts back kom ik wel gewoon bij Dumfries uit nu. Nee, niet nu. Over 2 jaar. Of volgend jaar. Als we ons... Ja, volgend jaar. Ja. Over 3/4 jaar. Ja. Alsof we nu iemand uit AZ onder 11 Dumfries nog doorbrengt. Hij mag de verdediging doen. Ja, okay. Moet je niet... Sorry. Ik zou wel een wat vluggere linksback willen. Dus ik ga voor een stormachtige ontwikkeling van Wijndal. Zo. Want die vind ik bij AZ erg goed spelen. Interessant. Dan gaan we naar het middenveld. Mensen worden zo zal boos. Zal ik het middenveld doen? Doe jij maar het middenveld. Ik zou doen Frenkie de Jong. Links op het middenveld. Ja. Rechts Prupper. En daarvoor Wijndal. Stormachtig. Wijnaldum op 10. Ja. Leuk. Gijs. De voorhoede. Ja, dit is wel interessant. Geen domme dingen gaan doen nu. Oké. Ja, lastig. Ik vind, in die punt zou ik toch nog gaan voor de moderne spits Memphis. Ook omdat hij de afgelopen tijd zo goed doet. En dan zal ik hem met Wijndal in mijn achterhoofd, dus op linksback staat. Ja. Moet ik een buitenspeler hebben die naar binnen komt. Donjel Malen zou ik hangend op links laten staan. En dan op rechts buiten ga ik voor een stormachtige ontwikkeling van... Pinas? Nou... Dat zou goed zijn voor de Raiola's, hoor. Als hij op het EK speelt. Gijs. Kom op, Gijs. Nee, ja, sorry. Ik weet het eigenlijk niet. Oké, stormachtige ontwikkeling van Mitch van Berg. Oh ja, jij gaat met Mitch van Berg op rechts spelen en Bergwijn laat je thuis. Oh ja, je hebt gelijk. Bergwijn. Mitchell van Bergwijn. Oké, jongens, dat was het voor deze week. Michel, bedankt voor het vervangen van Tim. Een waardige toevoeging. Succes als clubeigenaar. En wij zijn er volgende week weer met een prachtige gast. Hij is namelijk... Slag om de arm. Maar als het Tom Tomme doet. Als het Tom Tomme doet, is oud-scheidsrechter Dick Jol hier gewoon weer in de studio. Dus dan moet je vooral weer luisteren ook om alles te weten te komen over onze eigen Eredivisie. Tot volgende week.